ATV brengt u deze week een serie in verband met 159 jaar Kitty Kotti op 1 juli aanstaande. Vandaag hebben wij het met dominee Edgar Loswijk en professor Franklin Yabini over de Bijbel en de slavernij. Dominee Loswijk zegt dat veel mensen heel vaak denken dat slavernij te maken heeft met mensen van Afrikaanse afkomst. Echter heeft slavernij overal in de wereld bestaan. De voorganger legt uit dat in de Bijbel en in alle andere heilige boeken er slavernij was in alle godsdiensten en alle culturen. Maar terug te keren naar de 20e eeuw, de 19e eeuw, is het woord slaaf heeft een shift meegemaakt. Het was eerst verbonden met de Slavische volkeren, die zijn Serven, Tsjechen, ga zo maar, Slowaken, die mensen noemen we slaven, Slavische volken. Dat is een witte, een blanke etnische groep met bepaalde kenmerken. En deze mensen werden door de Duitsers tot slaven gemaakt. Zo heeft het woord, het begrip slaaf, dat verbonden was aan een etnische groep, een shift gemaakt naar het verschijnsel slavernij. Dus was niet meer voor die bepaalde groep. Waardoor het ook betrekking heeft nu, later, vanaf de transatlantische slavenhandel, ook op mensen uit Afrika. Aha. Oorspronkelijk was het niet zo. Dat te maken met een bepaalde etnische groep uit in Europa. Professor Yabini zegt dat zonder Afrika er geen transatlantische slavernij mogelijk zou zijn. Afrika zelf heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Yabini zegt ook dat 1 juli 1863 niet gezien moet worden als het moment van de afschaffing van de slavernij, omdat er daarvoor al tot slaafgemaakten in vrijheid leefden. Als de Afrikanen niet hadden meegeholpen, waren hun continentgenoten, landgenoten of stamgenoten waren daar niet mee gegaan of waren niet gebracht naar dit deel van de wereld. Ja. Dus als we kijken naar het instituut van slavernij en wat de koloniale overheid heeft gedaan, dan gaan we inderdaad naar 1 juli 1863. Ja. Maar voordien is er verzet geweest van de tot slaaf gemaakte mensen en die zei in vrijheid gegaan. Die zijn in vrijheid gaan wonen in het binnenland. Mm-hmm. Een voorbeeld, en er zijn voordien zijn er ook wel eens geweest, maar bijvoorbeeld 1690. Mm-hmm. Ik dacht dat het september 1690 moet zijn geweest. Heeft een groep hun meester toen vermoord na een bepaald voorval. Die man had iets gedaan met een van de tot slaaf gemaakte mensen daar. En dat pikte de anderen dus niet. Een deel is weggevlucht, later kwamen ze terug. En ze hebben de meester vermoord. En ze zijn weggegaan en ze zijn in vrijheid gaan leven. Een paar jaren daarna ook weer. Hè? Dus het volledige interview met dominee Loswijk en professor Yabini kunt u aanstaande woensdag bekijken in het programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 5 uur in de middag.